Hallo lieve waterman, leuk dat je er weer bij bent. We zijn aanbeland bij week 30, 24 juli tot en met 30 juli. Het is een algemene reading. Haal er vooral uit wat je nodig hebt. Lieve waterman, wat is jouw hoofdthema voor deze maand? Voor deze week? Het voelt alsof je weer wat meer uit je piekermoment bent. Het voelt alsof je beetje bij beetje weer mag gaan genieten en ook het weer kan. Daarnaast zie ik ook vooral dat het heel erg belangrijk is om weer humor in te zien, om weer meer te gaan stralen, meer te gaan lachen. En als je daar moeite mee hebt, zou ik je adviseren, zet een humoristische filmserie of wat dan ook op, zodat je toch weer even kan genieten. We gaan eens even verder kijken, lieve waterman, wat je verder deze week kan verwachten. Wat kan de waterman deze week verwachten? Het voelt alsof je soms bang bent dat alles uit je handen glipt. Waardoor je dus weer bang bent voor één grote chaos of zo. Je wilt graag de touwtjes in handen hebben, merk ik. En het voelt alsof je toch bezig bent met ordenen. Laat ik het zo even noemen. Dus je wilt graag naar één richting toe en daarin loop je soms een beetje vast omdat er meerdere kanten zijn die je op zou kunnen wandelen. Dus hou vertrouwen dat er meer voor je klaar ligt. Er kunnen wensen vervuld worden als je maar in je eigen kracht blijft, als je maar in je eigen evenwicht blijft en dingen goed in balans gaat houden. Beloon ook jezelf, dus wees vooral niet te streng deze week voor jezelf. En je hebt veel wijsheid en kennis in je. Alleen, soms moet je geduld hebben. En daarin loop je op dit moment gewoon heel erg vast. Ik heb het gevoel namelijk dat je alles nu wilt. En dat gaat niet. Want soms heb je de wijsheid en de kennis. Maar de mensen waarmee je het bijvoorbeeld zou mogen delen, die zijn er op dat moment niet. En daardoor wordt het wachten dan weer even wachten. We gaan eens even verder kijken naar een mooie positieve boodschap. Laat je niet te veel verleiden. Op het moment dat je bijvoorbeeld heel erg bezig bent om op je voeding te letten, laat je dan niet verleiden door dat iemand anders continu wat anders aan je probeert te geven. Bijvoorbeeld een koekje. Probeer je niet te verleiden, laten verleiden als je echt iets voor ogen hebt dat je dat graag wilt doen. Dus luister vooral naar jezelf. Lieve waterman, ik hoop dat je hier wat aan gehad hebt. Ik wens je verder een hele mooie week toe. Wil jij een 1-op-1 reading? Dat kan. Neem een kijkje op www.mediumdaphne.nl. Of kom gezellig deze zaterdag naar de spirituele instuif. Heel erg bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.